Mijn naam is Anja van Impe. Ik kom uit België. Ik was al werkzaam als zelfstandige. Ik deed freelance administratie, maar op locatie bij de klant. En toen ik eenmaal hoorde over het VA-schap, was ik meteen gebeten. Ik dacht, dit wil ik ook doen. Ik werk supergraag van thuis uit. En ik wil ook graag mijn vaardigheden bijschaven en uitbreiden naar klanten toe. De twijfels die ik had om te starten als VA waren vooral van, heb ik wel de juiste skills? Heb ik wel voldoende skills? Met name van de bestaande tools. Ik ken al heel wat, maar toch niet alles. Er zijn heel veel dingen waar ik nog niet van hoorde. En ik dacht, oei, ga je dat wel kunnen? Dat waren de grootste twijfels. Uiteindelijk heb ik gekozen om als VA te starten. Omdat ik de vrijheid om van thuis uit te werken super vind. Ik vind ook de vrijheid om mijn eigen klanten te kiezen heel leuk. Dat zijn de voornaamste redenen. Mijn grootste bezwaar om niet deel te nemen aan het programma is eerlijk gezegd, ik had helemaal geen bezwaar. Van bij het eerste gesprek met jou via Skype had ik zoiets van, yes, bij Danielle moet ik zijn. Echt waar. Tot nu toe bevalt de opleiding mij zeer goed en waardevol. Ik vind ze vooral waardevol. Omdat we stap voor stap gaan werken op het bepalen van onze niche, van de ideale klant. Ook van waar je grootste passie ligt op het gebied van vaardigheden. Ik zou de opleiding zeker aanraden. Als je gebrand bent om voor jezelf te beginnen, om eigen baas te zijn. Maar misschien twijfel je nog een beetje of het echt iets wel voor jou is. Of je voldoende capaciteit hebt. Dan zou ik het zeker doen.